Van harte welkom op dit semi-live concert. Het is een concert waarin wij, Erik Lagerstreum, Peter van Essen, Elsa van Essen en ik, Karin van Essen, jullie mee willen nemen in een kerstsfeer, maar tegelijk ook in een presentatie van Oceans of Beauty, een prachtige instrumentale CD die dit jaar uitkwam door de beide heren met improvisaties op piano en viool, waar jullie vanavond ook een aantal liederen van zullen horen. Tegelijk zullen jullie wat bekende liederen mee kunnen zingen. En daarnaast zullen we wat nieuwe liederen laten horen. En we hopen dat jullie genieten en dat dit jullie zal zegenen in deze kerstperiode. Het volgende lied is een instrumentaal stuk Oceans of Beauty. Geniet ervan. Jesus
could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and Dank u wel, Vader God, dat u uw vaderliefde zo bijzonder heeft laten zien. Door uw eigen zoon te geven. Om ons het leven te geven. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. Dat u zichzelf vernederd hebt. Dat u aan ons gelijk geworden bent. Dat u onze voeten gewassen hebt. En dat u zo ver gegaan bent dat u aan het kruis bent gestorven voor ons. En daarom heeft Vader God u ook verheven tot in de hemel, tot aan de rechterhand van de Vader. Totdat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat u, Jezus, Heer bent. Heer, wat een geweldige naam hebt u. Jezus, wij aanbidden u. Naam boven alle naam.
En van dit prachtige, verstilde lied gaan we nu een beetje meer naar de Black Gospel. Heerlijke liederen om mee te doen. En een feest, omdat het vandaag kerstfeest is. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, hail Thee as the sun above. Melt the clouds of sin. Naar het gebed, wat misschien al eeuwen oud is. O kom, Immanuel. Stel het van ellende weer, zodat het loopt u naar
duisteren is verlicht. Verjaag de schaduw van de dood. Verwarm ons in uw morgenrood. O kom, o zoon van David, kom. U opent ons het heiligdom. U hebt voor ons de weg. Juichend zie ons voorten in te gaan. Wees blij, o Israël. Hij is nabij Immanuel. O kom die onze Heer zijt, in wolken. Amen. Sing all ye nations, hallelujah, and
In deze wonderlijke tijd van lockdown is er eigenlijk maar één tekst in de hele Bijbel die voor mij geldt. En dat is in Psalm 16, waar David zegt: steeds houd ik mijn ogen gericht op u. Met hem aan mijn zijde zal ik niet wankelen. En we doen een medley van drie hele oude liedjes waarin het gaat over het richten op Jezus, het vertrouwen op hem en het overgeven aan hem. En we willen jou ook uitnodigen om dat in deze periode te doen. Jesus, look full in his wonder.
a savior, I am thine. Come and dwell within my heart. All things else I count but loss. Glory only in thy cross. Dearer than the Wat een prachtige muziek maken die twee. Fantastisch, Peter en Erik. En deze cd, Oceans of Beauty, die hebben ze gemaakt en is in ongeveer maart, april uitgekomen. En is nu op Spotify te vinden, maar je kunt ook een cd bij ons bestellen. Want deze liederen zijn bekende en wat minder bekendere improvisaties op piano en viool. Een ander mooi project van dit jaar was de cd Open Mijn Ogen. Een verrassings-cd voor Peters 60ste verjaardag met 21 liedjes uit opwekking. En wij wisten het, maar Peter, papa wist het niet, hè? Het was een grote verrassing die we heel lang geheim hebben gehouden. En op zijn verjaardag hoorde hij zijn muziekvrienden uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Kees Krijnoord, Gerald Troost, Renine Lisa, natuurlijk Erik en Tanja, maar ook bijvoorbeeld Lou Fellingham hebben een lied ingezongen van Peters hand, maar dan met een nieuw jasje. En wij mochten het laatste lied doen, hè? Ik vertrouw op u. En dat willen we jullie meegeven in deze periode, waarin we in de lockdown zitten, dat we mogen vertrouwen op de Allerhoogste, dat onze hoop op hem is gesteld. Ik vertrouw op u, o God.
Ik ga voor jullie een lied zingen, Psalm 27. Dat is een hele bijzondere psalm, waarin David begint met: U bent mijn licht, mijn heil, voor wie zal ik bang zijn? En dan zegt hij: U bergt mij in uw hut ten dagen des kwaads. U stelt mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden. En dat is een heel bemoedigend woord, ook in tijden dat het onzeker is, dat we mogen weten dat God ons in zijn hut bergt, dat Hij onze schuilplaats is. Mijn heil, voor wie zal ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik vrezen? Want Hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in de schaduw van zijn tent. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in de schaduw van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Want al legert zich een leger tegen mij, ik vrees niets, al verzamelt zich de vijand om mij heen. Want al legert zich een leger tegen mij, ik vrees niets, al verzamelt zich de vijand om mij heen. Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden.
Ja, hij plaatst ons op een rots en daardoor zijn we veilig. En daarvoor zongen we ook al over de schuilplaats die God wil zijn. En in deze periode geeft God ons heel veel kans om dicht bij hem te schuilen. We kunnen niet afgeleid worden door allerlei evenementen, activiteiten. De komende tijd misschien zelfs wel gewoon alleen thuis of in het bos. Maar dat is de plek waar hij tot ons wil spreken. In de schuilplaats. In de schuilplaats, waar de stilte is, waar geen storm of onrust heerst, waar het water stroomt, waar de zon schijnt, waar de vrede.
Zo, we zijn dan weer aan het einde gekomen van dit concert. En we hopen dat jullie genoten hebben, dat jullie bemoedigd zijn. En we wensen jullie Gods zegen toe. Laten we met elkaar gaan staan, misschien vanuit je bank, even overeind. Dan zingen we Ere zij God, eerst in de versie van Erik, prachtig. En dan in de traditionele versie Ere zij God. Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God in de hoogste hemel, Ere zij God, Ere zij God. Ere zij God, Ere zij God.
verschijnt door de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Een sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat hij kwam en het kwaad overwon. Twee jaar geleden was ik op het eiland Cebu in de Filipijnen om het werk van Compassion te bezoeken. Wat ik daar aantrof heeft heel veel indruk op me gemaakt. Gezinnen die gewoon midden op de vuilnisbelt wonen in geïmproviseerde hutjes. En wat ik het ergste vond,
was dat kinderen hun lichaam moesten verkopen om voor hun gezinnen te zorgen. Zo'n 70-80% vertelden ze me van de kinderen die moeten op die manier leven. Erg, hè? Je kunt je niet voorstellen dat dat gebeurt vandaag de dag. En door corona heeft het alleen maar nog een groei doorgemaakt wereldwijd. Zijn er zoveel kinderen die omdat er niks geen inkomen is hun lichaam moeten verkopen. En op het eiland Cebu hebben wij gezien wat het leed is. En daarom hebben we ook besloten om toch nog een kindje te sponsoren. Ook al hebben wij ook onze gevolgen van de corona dit jaar gemerkt. Maar we willen gewoon opstaan voor deze kinderen en ons inzetten voor hen. Omdat wat zij doormaken niet in vergelijking is met wat wij hier in het Westen doormaken. Voor 1 euro per dag red je misschien wel iemands leven. Wij sponsoren ook al een meisje uit Afrika, die is ongeveer even oud als ik. En ja, dit weekend hebben we besloten om nog een kindje te sponsoren van het eiland Cebu. Ja, en we willen jullie ook vragen, alsjeblieft, doe met ons mee. Misschien lukt het je niet alleen, maar doe het dan met een aantal samen. Misschien sponsor je al een kindje, maar lukt het je om nog 1 euro per dag te missen? Laten we opstaan voor deze kinderen op het eiland Cebu in de Filipijnen. En laten we met elkaar zorgen dat zij bevrijd worden uit armoede, maar ook uit de seksindustrie. We wensen jullie echt God zegen toe deze kerst. En we hopen ook dat dit concert jullie bemoedigd en geïnspireerd heeft. En dat jullie ook handen en voeten van Jezus willen zijn. En zijn licht in de nacht.